Interessant gezelschap en daar komt hij, Nairo Quintana. Hij komt dus even proeven van de kassei, wil zich voorbereiden op die ene. In Flanders really kicks off in earnest here. The best race in a 10-day period leading into the Tour of Flanders itself. Dox is er ook bij, Howard Zipoentke, Brendle al gezegd, de man van Jan Cycling, ex-werelduurrecordhouder. En daar hebben we een bladzijde om, we zijn met negen. Petit, Adrien Petit van Cofidis, Bron van Wanty-Goubert, Wallace van Topsport Vlaanderen, Belvaze. Mortensen is er ook bij en dan Brian van Goetem. Ah, oké. Okay. Ze kunnen niet omhoog vallen, hè? Ze kunnen niet op u vallen, hè? Ze kunnen niet omhoog vallen, hè? Denk je dat? Dan ik zoek hè. Lange van. Ja, hier de bussen. De bussen. Allemaal door. Allemaal door. Zo een van de. Hier. Nee. Ploeg. Ook Castroviejo was bij een van die vluchten van de partij. En dan een val. Daar zien we Pino in de gracht samen met een paar andere jongens die maar met de moeite weer rechtkomen. Vraag is, gaan ze de wedstrijd kunnen verder zetten? Want het is vrij recent gebeurd. Op handjes en voetjes komen ze uit de gracht gekropen. Links en rechts, dus centraal in het peloton. Ik denk dat daar Jos van Emden zit en dat is hem ook inderdaad. Het is allemaal zeer recent. Nog jongens die om hulp roepen. Het is blijkbaar ernstig daar in het kamp van Katyusha. Dit is Isaychev. Er zit er nog eentje van Lotto Jumbo tegen de kant. Dit is nog eens Jos van Emden. Die kan dus waarschijnlijk de wedstrijd niet meer verder zetten. En daar ook zwaar ten gronde gegaan. Iemand van Jam Cycling, Marcel Areger. Er is bloed aan te pas gekomen van de rompot. 9, u ziet het, 3,24 seconden. Karel, er is eigenlijk altijd al controle geweest. Ja, het is waar. Ze hebben nooit meer dan 3 minuten gekregen eigenlijk van dat peloton. Peloton dat volledig gecontroleerd wordt door de mannen van ETX Quickstep. Ze zijn hier duidelijk gekomen om de koers te maken. De koers misschien wel helemaal kapot te rijden op het einde. Het verschil is kleiner geworden, ook door die valpartij. Dan zijn er twee groepen ontstaan in dat peloton. Je ziet ze nog altijd daarachter, een eerste deel van het peloton en dan een tweede deel. Door die val is er hier ook een versnelling gekomen en zijn ze weer dichter gekomen. Dus de koers moet nog helemaal beginnen. Klopt. En daar heb je dan inderdaad de mannen van ETX Quickstep op de voorposten. Allemaal met een overjasje aan, zou je kunnen zeggen. Centraal de reizige figuur. Guillaume van Kersbulk, we zagen daar ook al Kwiatkowski op de voorposten. En Yves Lampaert, die kilometers op. Allee, dat staat erop, zeg. Wie is dat hier? Allee, come on.
ontwikkeling in de Ronde van Vlaanderen. Daar is Selvaggi tegen de grond gegaan. Is Vlaanderen, smalle wegen, rot omstandigheden, nattigheid, af en toe een fout manoeuvre. En daar ginds gebeurt het dan wat verderop en dan moet hij ontweken worden. En nogmaals, door de verkleumde vingers is het niet evident om iedere keer weer dat juiste manoeuvre. Je moet toch wel een ander lied gaan zingen, hè? Hier heb je Quintana, nog altijd mee. Ik herinner me vorig jaar het optreden van Alejandro Valverde. Dat was ook zeer aantrekkelijk. Ja, het is jammer dat hij hier niet is, maar hij zit in de Ronde van Catalonië en heeft daar gisteren ook al gewonnen. Hè. Hij wou eigenlijk... Is dat zigzag een straatje naar de Eikenberg. Daar heb je de kasseie. Ah, we gaan eraan beginnen. En Balais naar de kop. Zeepunkte die zich van de kop afzetten. Die Zeepuntke die ook nog een paar jaar bij die opleidingsploegen van Rabobank gereden heeft, als ik me goed herinner. Dat moet een goed verteerd zijn. Dan kun je hier een goede zaak doen door te anticiperen, maken dat je hier van wegrijdt. En als de groten dan komen, dan kun je netjes aanpikken. En dan raak je misschien ook nog mee over de Taienberg en dan heb je zicht op de Kwaar. Want Valais moet daartoe in staat geacht. In een wedstrijd als de Ronde van Vlaanderen maar lang meegaan. En die lange vlucht zo lang mogelijk overleven, dat moet er wel in zitten. Aan de kant zegt hij geen... Kijk, hier is de Taienberg al met Jelle Valais. In het gootje. En dat denk ik niet dat dat de bedoeling was bij Kung. De jonge Zwitser. Een megatalent. Talenten, ja. Daar staat hij nagenoeg stil en dan kan hij dat niet meer corrigeren. Dan komt hij op zijn knie terecht, gelukkig daar waar het mals is. Een stevige poten op, hoor. Amai. Hij is ook een fantastische tijdrijder, maar kan zo wat alles. Naar het steilste stuk op de Taienberg. Dat komt in het begin. En hier is hij daar bijna van verlost. Dan komt hij op die uitloper op dat stuk geval. Ja, is er, is er. Zie je hem? Zitten. En dan zien we voor BMC, is dat Burkhardt naar voren komen? Ja, Kwiatkowski, dat zijn de mannen die worden gegrepen daarachter. Teuns, hier dan... helemaal vooraan. Edward Teuns. Hij drukt het tempo, dat is voor Valais natuurlijk, klopt, die weg is. Ja. Hij rijdt rustig in dat gootje naar boven en als je er voorbij wil, moet je via de kasseien. Kwiatkowski die gaat naar de andere kant. Maar dat is maar even hoor, dat je daar respijt krijgt. Ja, het peloton is er al. Ik had die afgezet bij mij hier. Trentin, kijk. Trentin. Oei, oei. Ja. Die is hier in de zak. Hallo. Volgens mij zal hij in de tweede hoeveel al bij komen. Dat is snel. Komt dat niet. Vraag. En Boom. Kijk hoe Boom. Hoe makkelijk op die kasseitjes. Ja. Waar is Cavendish ondertussen gebleven? Dat is misschien wel. Dat is helemaal wat op de top. Oh, dat is op hier, hè.
iets gevallen. Kijk, alles. Oei, oei. We are with the race leader. Well, he's fully committed now, Yellow Wallace. And he looks as comfortable as you might expect, considering the amount of time that he's been in the saddle, riding very, very strongly indeed. Well, een stap voorwaarts zetten. Met onder meer Stuyven en nog twee andere jongens veel dat rijden. Is dat Quintana? Hè? Ja. Ja. Renaat. Ja, versnelling in de groep der favorieten onder impuls van wereldkampioen Kwiatkowski, die zich niet onbetuigd laat. En met z'n drieën rijden ze daar nu weg van wat de rest van het peloton. Groep 1, de groep Cavendish zullen we maar noemen. Daar komen ze nu aansluiten. Dus dat moet bij Wallace zijn, neem ik aan. Ja. Dus hebben we nu op dit ogenblik 4 koplopers. De kastje. Here's Van Baal now on the front of the race. Turns in second place, Kwiatkowski and Wallace bringing up the rear. Top Sport represented by two riders in this breakaway. Renaat. Ja, er werd wat getwijfeld. Teuns niet echt happig om vol door te gaan. En dan is het... Hier hebben we hem. Boom heeft er bijna 20 seconden van afgedaan, maar gaat nu alleen komen te zitten op dat stuk richting Bar. Stellen worden gesteld. Hier zie je dat hij straks ook problemen gaat hebben als het. Come on, Steve. Come on.
Boomval. Boom valt. En het licht gaat uit. Te gretig in de inspanning. Ik hoop dat de motor in zijn zog ook niet ten val is gekomen. Ik vrees ervoor dat hij moest ontwijken en dat hij daardoor ook in de kant gesukkeld is. Ja, daar de cameraman, zijn motorrijder en de camera. Desolaat achter en Boom de renner en zijn fiets ook in een stoppellandschap. Ja, was aan een formidabele inspanning bezig. Voelde natuurlijk dat hij dichter kwam en dan ga je risico's nemen. Daar zitten wat... Dan ben je meestal beter af. Daar ligt nog een fiets. Is daar nog een tweede renner inderdaad uit de bocht gegaan? Dat is een tweede renner. Renaat, heb je daar wat van gezien? Nee, ik zit in het zog van de kopgroep waar Kwiatkowski in de goon rijdt. In de regen op de Paterberg. Een wereldkampioen in de spits van een Vlaamse koers. Het moet gereden zijn van Tom Boonen in 2006. Steuns zit in het wiel. Wallace moet daar een lengte laten van Baarle. Maakt een schakelfout bij het oprijden van de Paterberg. Of misschien kan hij niet beter, maar ik denk dat hij... Dan gaan we nog eens vanuit een andere hoek. Het is Duchesne die daar... het is de Volder wellicht die zelf tegen de grond gaat. En Duchesne die lag dan al wat verderop. Ja, de Volder die even in dat slijk geraakt. Het is wel degelijk de Volder. Dat wordt bevestigd vanuit de koersdirectie. Ja, en op die heup is hij wel zwaar terechtgekomen. Ja. Maar ik denk dat hij viel in het slijk en dat zou kunnen meevallen. En hier, hoe is het met Boom gebeurd? Ja, oeps, de fiets weg. Een beetje modder daar in het midden. Die twee jongens beseffen ook dat ze op weg zijn naar een ereplaats. Misschien wel een overwinning met Ederen. Is het wel mogelijk, maar zelfs achter deze groep zitten ze nog niet. Dus het hele veld uit elkaar geslagen. Ze gaan zo dadelijk een halve Formule 1 race moeten rijden om helemaal voorin te geraken opnieuw. Drucker, de vierde van vorig jaar, Benoot, de Busser, Kuznetsov van Katyusha. Ook nog altijd van de partij. Satevic, het zijn de Russen die het doen vandaag bij Katyusha. Dan vierkantje eigenlijk. Man aan het stuur van die Volgwagen bij Cannondale Garmin. Iemand die dit soort koersen ook perfect beheerst natuurlijk met Andreas Klier. Amai. Wiens grote droom het was ooit de Ronde van Vlaanderen eens een keer te winnen. Is er een paar keer dichtbij geweest. Maar voor winst sprinten heeft hij nooit gedaan. Wel prijs in Gent-Wevelgem. In elk geval bewijst Kwiatkowski andermaal zijn groot spectrum. Want hier gewoon lekker mee de dans leiden, al die Vlaamse kassei verteren. En dan straks ook nog eens mee gaan domineren in de Ardennen. Het zijn er niet veel gegeven. Hè? Nee. Hij gaf het ook al aan. Hè? Ik kom niet om die kassei te verkennen. Ik kom om te koersen en mee te doen. Waar ik koers, wil ik meedoen voor de overwinning. Dat siert hem natuurlijk en dat maakt van hem ook een hele mooie wereldkampioen. Absoluut. Vorig jaar zowel in Amstel Gold Race als in de Waalse Pijl als in Luik-Bastenaken-Luik, top 5. Hè. Gezien zijn leeftijd mag ik dan wel zeggen, ik ga daar wel eens winnen. Ja, dat vat van Thijs Benoot is toch ook redelijk diep, maar zet zich nu wel eens op de kant. Maar kijk tot waar hij ze brengt. Op 35 seconden, maar het is nu. Hè. Wie gaat die anderhalve minuut dichtrijden? Dus het was een minuut 15 en schrijf dat reduceren vooral op het konto van Benoot. En wat Boom zou teweeg gebracht hebben, dat zullen we nooit weten. Plankaart nog eens langs. Dat zal nu ook afhangen van wat Plankaart en Klier daar gaan zeggen zijn. Hè? Als Van Baarle niet meer op kop komt, als Plankaart een van zijn mannetjes achteraan zet, dan zit er toch nog iets in voor die achtervolgende groep. Al is dat verschil vanuit de lucht toch groter. Ik denk dat ze de consignes gekregen hebben, de volgauto's achter de kopgroep op de kant. Ja, het zullen de laatste rechtlijnen zijn hier. En dan misschien daar nog eens even tussendoor toch nog naar voren rijden om nog wat mee te geven. Nu het nog even kan, weet je wel. Maas daar weer achter de Busseren om dan eventueel weer een gaatje laten te vallen. Een soort van drop-off. Benoot die weer een plek of 3-4 opschuift om straks nog eens een beurt te doen op kop. Kwestie van de Busseren niet al te veel te laten werken. En Breschel is de meest spaarzame. Ja, zit daar als eenzaad en gokt, hè. Hebben ze daar ondertussen al een sportieve baas? Nu Pjarne Ries door de heer Tinkoff op kant gezet is. Nee, ik zag dat Contador toch serieus nerveus wordt. Contador is in de eerste plaats een man die gekozen heeft voor Pjarne Ries en zijn wijsheid. Want die heeft hij natuurlijk wel als strateeg en als psycholoog. Maar dan krijg je zo'n nieuwe baas, de heer Tinkoff, die acteert als een dwaas. Ploegleiders op kant.
er een paar nieuwe tussen gegooid. Omdat het niet snel genoeg gaat het winnen. 36 seconden, nog 17 kilometer. Toch nog eens even naar dat roodboek kijken. De Holstraat komt er zo meteen aan voor de mannen voor. Klein tussentijds medisch bulletin. Nieuws over Nizzolo. Heeft een gezwollen knie, maar geen breuken. Over Stijn de Volder is nog niks bekend. Dat is twee keer in dezelfde ploeg. Hè. Dat is twee keer bij Trek. Is allemaal niet welkom. Hier zijn de verhoudingen duidelijk. Hè? Wallace mag op kop sleuren. Teuns is de man die ze naar voren gaan schuiven. Dus waar jij zat op te alluderen, is gebeurd. Hè? Plankaart is zijn instructies komen geven. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat als Dylan van Baarle naar de kop komt, dat het dan net iets minder hard gaat. Maar opgelet, het is wel het type dat vijf minuten stevig kan doorrijden. Hè? En dat is, als je een topprof wil worden, wat je moet kunnen. 5 à 10 minuten geweldig hard vlammen om definitief een gat te slaan of dicht te rijden. De Holstraat. Ik denk dat die drie anderen nu ook wel zitten te denken, gaan we mee kunnen als hij straks demareert. Het is ondertussen opnieuw 41 seconden. Hier zijn ze iets gaan versnellen. Achteraan is Thijs Benoot. Even gaan rusten. En dan zie je die voorsprong weer oplopen. Hè. We hebben twee Belgen vooraan in de kopgroep. De laatste Belgische winnaar hier is Nick Nuis in 2011. En dat scenario van gaan ze pakken of niet, dat komt altijd terug. Hebben we nu Dirk de Mol aan de lijn, terwijl hier de bussen zien versnellen. We doen een poging om een gesprek te hebben met Dirk de Mol, de ploegleider bij Trek. We kijken hier naar Jens de Busseren, die probeert wat te doen aan dat verschil van 43 seconden. Dat zou in principe wel wat moeten opleveren. Kijk naar de inspanning van Van Kersbulk, die onder zijn oksel doorkijkt, die hier even een gaatje moet laten vallen. Je zag hem even in de knoei komen met zichzelf, zakt er nu wel wat door. Ja, even wachten voor we Dirk de Mol aan de lijn krijgen. Wordt nu opgebeld en dan gaan we misschien meer nieuws krijgen over Stijn de Volder. Ondertussen blijven we gewoon de koers volgen. Ja. Maas, die is echt, echt goed. We gaan naar Renat. Ja, Van Kersbulk moet eraf in het groepje door die versnelling van de Busseren. Maar bij de Busseren is het natuurlijk nu ook even temporiseren. En dan wacht hij op steun en dan komt hij er niet natuurlijk. En dan zit Maas daar af te stoppen. En dan probeert Van Kersbulk op karakter nog terug te keren. Op een grote plateau nu, op een grote versnelling. En het ziet er naar uit dat hij nog eens gaat overleven, Guillaume Van Kersbulk. Hij komt weer aansluiten. Ja, het zou eigenlijk niet mogen, hè. Je hebt niet op kop moeten rijden in deze groep. Je hebt je kunnen sparen, herzetten en er dan toch uitgereden worden. Dat doet pijn. Er gaat toch nog veel moeten bijkomen om die selectie van de ronde te halen. Het is ook de tweede keer dat hem het overkomt, maar hij doet zijn uiterste best om stand te houden. En ik denk dat het hem gaat lukken. En zie nu dat de snelheid vooraan constant hoog genoeg ligt. Ze blijven het op die 3/4 minuut status quo houden. En ze hebben de Holstraat achter de rug, dus ze kunnen nu mikken op Nokerenberg. Wel, hij is nog altijd mee. Mocht er een prijs voor de strijdlust zijn, van mijn part mag je hem hebben. En diep in een wedstrijd van 200 kilometer totale lengte toch ook op deze smalle wegen attent blijven. En dat doet Teuns. Wat hij doet, staat me echt aan. Laten we hopen dat hij er niet doorheen zakt. Want hij heeft ook al een paar lange beurten genomen. Ook in de eerdere fase. Bij het ontstand komen van deze vlucht. We hebben nu wel Dirk de Mol aan de lijn. Dirk, goedemiddag. Goedemiddag. Dirk, we hebben Stijn de Volder zien vallen. Hebben jullie al nieuws over hem? Wel, dus ik ben erbij geweest natuurlijk. Het zag er eerst moment toch niet echt goed uit, want dat was ook wat bloed in zijn gezicht. En zijn linkerkant was ook volledig geschaafd. Wat is hij ook? Hij is terug op de fiets gestapt na, ja, na minutenlang daar gestaan te hebben. En waarom ze weten niet, maar hij ziet er toch wel niet echt goed in natuurlijk. Hè. En zit nu nog op de fiets of niet? Ja, hij was terug op de fiets gestapt en ik denk wel dat hij zal proberen. Hij zei, ja, ik zie wel of de koers kan uitrijden, ja dan nee. En
maar kom, ja, dus zo van die dagen dat echt eens zit. In het begin van de wedstrijd hadden we al in de valpartij niet zullen we niet meer. Ja. Dat is eenmaal die op een slecht moment plat rijdt, dan heb je die valpartij met Danny van Poppen, die massale valpartij, dus fiets kapot, ook uit koers. En ja, dat dan die val met Stijn de Volle, die dan die de volgende groep zet, ja. Nizzolo, was dat ook een van de kandidaten voor de 8 voor de Ronde van Vlaanderen bijvoorbeeld? Nee, niet voor de Ronde van Vlaanderen, maar wel vooral voor zondag Gent-Wevelgem. Dat is een koers die hem heel goed moet liggen. We hebben gezien ook dat hij zijn vorm echt stijgend is. Goed uit Parijs gekomen, Blinkwijk ook bij zijn Nobili gewonnen. Sanremo goed. En vandaag zo hadden we wel een beetje de kat in de boom gekeken met hem. Maar vooral voor zondag dan in Wevelgem. En dat is nu ook een beetje bijslachten. Dus dat snel veranderen natuurlijk. Dirk, ben jij de wedstrijd nu mee aan het volgen? Ja, ik ben in koers. Ja. En hoe zie je dat? Draai je neer? Doe eens een voorspelling. Oh, ik moet eerlijk zijn, ik zeg wel, ik ben de koers aan het volgen, maar ik ben eigenlijk een beetje in mijn lood gevlegen. Dus ja. ik weet dat ze met z'n vieren voorop zijn, dat er een mooie achtergrond groep zit. Dat is waarschijnlijk aanvankelijk in zat. En ja, die vier zijn toch wel sterk. Die mannen van top van Vlaanderen maken weer een fantastische indruk. Ja, toch wel. Mooi om te zien. Ja, ik neem aan, Dirk, dat jullie na de finish van Stijn de Volder onmiddellijk doorrijden naar het ziekenhuis met hem voor een check-up. Ja, zeker. Zeker. We gaan zekerlijk zien wat de schade is. Oké, bedankt om aan de lijn te komen. We hopen dat het uiteindelijk niet al te erg blijkt te zijn voor Stijn de Volder. Dankjewel. Dank u. U hoorde Dirk de Mol, ploegleider van Fabian Cancellara. Niet in deze wedstrijd, maar straks wel in de E3 Harelbeke. En hier dus ploegleider van de ongelukkige de Volder die in de afdaling naar de Pater zwaar ten val kwam. Ja, en dat motorke van Thijs Benoot, dat slaat ook niet te rap af, hè? Is onwaarschijnlijk. Sterke coureur vraagt om over te pakken. Maar wie kan nog? Drucker. Die helpt ook keihard waar het kan. We gaan wel onder de halve minuut. We zijn nog altijd niet thuis. Maar ja, dat maakt het mooi. Benoot vierde in de Samijn. Dat maakt ook dat er vooraan niet te veel kan gespeculeerd worden op 12 kilometer van het einde. En dat maakt het ook interessant. Hebben we al eens meegemaakt dit jaar in de op het Nieuwsblad. Het is hier ook ieder jaar zo. Hè? Want per slot van rekening kwam Terpstra vorig jaar ook binnen met een verschil van 17 seconden. En Nick Nijs die reed ook altijd voor dat stormende peloton uit met een voorsprong van een habbekrats. In de omloop het Nieuwsblad brak de veer van Sepp van Marken op een kilometer of 10 van de aankomst. Benieuwd hoe ver de inspanningen van Thijs Benoot nog reiken. Dylan van Baarle, die nu naar de kop komt, won 2 keer de Touringen rondvaart. Dan moet je van goede huizen zijn, hè? Ja, en het eindklassement van de Ronde van Groot-Brittannië. Een paar keer Nederlands kampioen tijdrijden bij de beloften en de juniores. Het is 1 keer de Touringen rondvaart en 2 keer Olympia's Tour. Ook Nederlands kampioen op de weg bij de beloften. Een sterke jongen met een vizier. En het is dan opvallend dat hij in dienst genomen is bij een buitenlandse ploeg. Dus moet hij gegeerd geweest zijn. Kijk, dit is het koersverstand van meneer Maas. Ik denk dat het hier nu breekt, hoor. De veer zou hier wel eens kunnen breken. Gaat er hier achter deze Rus aan, zit hem hier met de snet op. Lemoine die probeert. Breschel zit nog altijd wat de linkerbal, als je het mij vraagt. Het kan ook zijn dat hij op is. Komt hij toch naar de kop, maar hoe lang duurt dat? Ze hebben de wedstrijd gecontroleerd van bij het begin af. Op alle netelige posities hebben ze, vooral op de heuveltjes, bij wijze van spreken, de wedstrijd de weg helemaal afgedampt. Het tempo bepaald, af en toe versneld naar de heuvels toe. Ik heb het over Quickstep. Moeten ze het nog wel afmaken, ja, dat met uw wereldkampioen. Kwiatkowski is natuurlijk niet de minste. Maar je moet het bij die drie anderen toch ook niet gaan onderschatten. Durft hij de spurt af te wachten tegen die drie? Het is een klasbak, hè. Het is een klasbak dat hij een solo in de benen heeft. Om u tegen te zeggen, dat heeft hij op het WK laten zien. Het is ook het type dat uitpakt als je dat niet meteen verwacht. Kwiatkowski, daar hebben we het over. Ging vorig jaar deze periode van start als een van de favorieten in Tirreno Adriatico, had zich in het hoofd gehaald om daar klasserijk te winnen. En dat lukte niet en is daar toch een poos slecht van geweest. Heeft ook alles op alles gezet om een goede Tour de France te rijden, maar dat lukte ook niet. Maar als je dan ziet dat hij wel won in de Strade Bianche, in Romagne, de proloog, dat hij dan wereldkampioen werd op een fantastische manier.
dan hebben we het over een grote. Hè. Maar dat wist u al. Hij werd vorig jaar vijfde in de goldrace, derde in de Waalse Pijl en derde in Luik-Bastenaken-Luik. En derde in de tweede etappe in de Tour in Sheffield, na Nibali. Moet er nog zand zijn. Wij geven gretig medische bulletins over wielrenners. Maar ook die motard en die cameraman die daar gevallen zijn, hebben familie thuis zitten die zich afvragen hoe gaat het met hen. Ze zijn in orde, laat men ons weten. Dat is goed. Ja, en ik kan u verzekeren, daar speelt ook het eergevoel. Hè. Ongelukkig ten val komen, ze hadden geen keuze, want ze moesten een renner vermijden, punt. Maar een motorrijder zit daar wel mee. Daar de Rus. Ja, dat is op een halve minuut en de rest al op drie kwart minuut stilaan. Hè. Dus laat ons rijden, vier. Met nog enkel Nokereberg als hindernis. En die komt er zo aan. De top op 8 kilometer. Nou, doe er 100 meter vanaf. 7,9 kilometer van Waregem. De dragende naam van deze klassieker die gereden wordt tussen Roeselare en Waregem. Vraag niet aan een renner, zelfs uit Vlaanderen, ga je dwars door Vlaanderen rijden. Dat is doorgaans, ga je Vlaanderen, ga je Waregem doen. Waregem en Harelbeke. Ja. En Wevelgem. Er zit ook enige logica in, hè. Het is wel de mooiste periode van het jaar voor ons. Absoluut. De buitenlanders noemen het niet voor niks. De Settimana Santa, de heilige week. Cancellara kan daar lyrisch over worden. Zij die hier voor het eerst komen, die kunnen maar niet begrijpen dat dat weidek hier zo vreemd aangelegd is. Dat daar in het midden van die groeven zijn, in die betonblokstroken. Kunt zit daar in een goede positie om te zien wat er gebeurt. Mocht er iemand op de trappers gaan lopen en versnellen, dan kan hij onmiddellijk reageren. Daar ligt de aankomststreek van Nokere-Koersen, waar Chris Boekmans vorige week nog won. Vingers in de neus. En er gebeurt niks op Nokereberg. Boekmans die ons liet weten op de vlucht van Nis naar huis in zo'n propellervliegtuigje. Ik had wonderbenen in. Alles is Belgisch. Kwiatkowski nu aan het wiel van de twee Vlamingen. Van Baarle de meest stevig gebouwde. Ja, als je dit kan doen, wat Wallijs doet, na mee geweest te zijn in zo'n vroege vlucht, dan moet je toch ook over een deftige motor beschikken, hoor. Teuns wordt op de 30 april 24. Dus we zijn hier met de jeugd op stap, hè? Ja. Reken daar zeker ook wel ijs nog bij. Nee, ik zat er nog niet bij. Lampard. Nee. Dat is inderdaad een juiste denkoefening. Je moet je als jonge, beloftevolle landgenoot afspiegelen aan de wereldtop van je eigen leeftijdscategorie. En daar zit Kwiatkowski bij. Hè? Ja. En dat zit ook in de rest van het peloton. Hè. Deel van het peloton dat hier nu niet is, ook daar is de verjonging ingetreden. En gaan we in de grote klassieker straks een deelnemersveld krijgen dat bijzonder breed is aan de top. Ja. Kwiatkowski moet ook nog 25 worden. Dat gebeurt op 2 juni. De massie en pommes. Het zijn alle jongens die nog meedoen voor een jongere trui, hè, in een grote ronde. Daar staat dan op de eerlijst een sterretje voor die naam. Mannen onder de 25. Nog 5,5 kilometer. Fitte is terug.
Geraakt hij er nog? Rompop. Je doet het bij me, zeg. Oh, ze rijden goed op. Oh. Oh. Ik heb dat niet gezien, die laatste trekken. Hallo, Rie, wat ook. Ja, oké. Dat is het. Dit is de snelste van de tegenstand. Peter spreekt perfect Pools, hè? Oh ja. Dat ligt dicht bij Mols, hè? Ja. De brug. Ja. Over de E17? Misschien daar al. Of houden wij te weinig rekening met de wind? Opgelet, Teunske, niet de verkeerde kant uitkijken, hè? Van Baarle heeft zich nu wat laten uitzakken. Nog 4,5 kilometer. Voorsprong geruststellend. Dat is clear. Met een kort kopje. Bij de kapper langs geweest voor de belangrijke klassiekers. Een hele poos in de buurt van Ninove gewoond. Andreas Klier. Trainingsmaatje geweest van Peter van Petegem. Maar dan verhuisd naar Mallorca. Kan best zijn dat hij daar nog woont. Kwiatkowski heeft zijn drinkbus al overboord gegooid. Opperste concentratie voor die laatste kilometers. En hier en daar waren weerberichten dat de zon van de partij zou zijn. Zo rond de klok van 4:30. Wel, ze doet haar best, maar de renders gaan er weinig of geen genot van hebben. Het is qua weer, rot weer geweest van begin tot einde. En toch heb ik behoorlijk wat belangstelling gezien voor deze wedstrijd. En ook aan de streep is het nu helemaal vollopen. Ja, maar achter moeten ze niet meer kijken. Dus kan de man die wordt naar voren geschoven bij Topsport Vlaanderen Balwazen zich in de wielen gaan zetten. Maar dat gebeurt voorlopig niet. Ze doen elk nog hun beurt. Renaat. Ja, problemen met de verbindingen. Daarom blijf je me zo weinig horen. Ik denk dat die mannen van Topsport misschien nog iets van plan zijn. Of wachten ze op die sprint. Als je afgaat op de kuiten, wel ja, dan moet je het voordeel geven aan de Nederlander Dylan van Baarle. Maar goed, de dikte van de kuiten zegt niet alles. En Edouard Teuns, ja, die kan ook wel een stukje finishen. Maar we gaan naar de laatste 3 kilometer. En het blijft eigenlijk opvallend stil. Dus iedereen zit met een plannetje in het hoofd of wacht op die sprint. En op wie tip jij, Renaat? In deze situatie, ja. Teuns. Categoriek. God ja, categoriek. Wat is categoriek? Ik ben al blij dat ik iets kan zeggen, want er zijn zoveel problemen met de motor vandaag. Maar je bent wel formeel, Teuns. Ja, tuurlijk. Coming man. Oké. Okay. Hier draaien de bekende zone binnen. Daar gaan we naar het regenboogstadion. Kwiatkowski even omkijken. Die plakt aan mijn wiel. Voilà, als die de kop trekt, dringt hij op aan Kwiatkowski. Nog altijd dreigende wolken. Van Baarle nu al een poos helemaal achteraan. Nadat hij daar bij Klier wat moed ging tanken. Voor de volledigheid van het verhaal, Kuznetsov is gegrepen door de andere achtervolgers en die volgen op een minuut. Heeft een vervaarlijke blik, Dylan van Baarle. Gaat hij die jonge Belgen en de wereldkampioen verscheuren? Komen ze er niet echt uit wie van de tweede kopman is, Wallace en Teuns. Hij zit in een situatie in dwars door Vlaanderen waarin je carrière misschien wel een nieuwe richting kan geven. En ik kan u verzekeren, als je voor Topsport Vlaanderen Baloise Parijs-Tour wint, dat dan dwars door Vlaanderen ook een dikke vette naam is op de eerlijst van zo'n team dat vooral opgericht is, of uitsluitend opgericht is, om als een soort van hogeschool voor jonge talenten te dienen. Nog dik 2 kilometer. Na een zeer aantrekkelijke wedstrijd, ook al lag die in een bepaald moment, op een bepaald moment al in een schijnbaar definitieve plooi, hebben we toch wel behoorlijk wat weerwerk gezien. Ik denk daarbij aan Lars Boom, die een poging deed om de brug te snel. Aan de voorsprong die helemaal gehalveerd werd. Nog 2 kilometer. Nog 2 kilometer. Van Baarle mag er dan al uitzien als een mijnwerker die net uit de schacht komt. Hij ziet er nog altijd goed uit ook. Als je die benen bekijkt, hoe die draaien, hoe kwik hij alle bewegingen van de anderen in de gaten houdt. Het is een klasbak. Een veelwinnaar bij de jongeren.
veel winnaar bij de profs, dat moet nog komen. Maar dat zou zomaar eens hier kunnen beginnen. En Wallais en Teuns in gesprek. Daar moeten we nog dat kleine hellinkje op. Dan links, links, links en dan komen we naar de strip. Het is een halve surplace nu. Teuns vooral bij Kwiatkowski aan het wiel. Nu even laveren naar dat van Baarle. Hier die bocht naar links. Kilometer 3 nog. Jelle Wallais op de kop. Nou, mocht ik Teuns zijn, daar bleef ik nu zitten. Kwiatkowski op de trappers lopen. Van Baarle rotsvast in het zadel. Teuns nu aan het wiel van zijn ploegmaat. Daar is de Vot. Oeh, spannend. Ja, is leuk hè. Zo'n situatie. Veel op, maar hij maakt wel een bres. En hij rijdt 20 meter weg. Hij rijdt 25 meter weg. Blijft de hele poos omkijken. Kwiatkowski probeert Van Baarle uit zijn kot te lokken. Hij is de pep uit. En daar Wallais naar links. En dat is al een behoorlijke recht voorsprong. Recht blijven, recht blijven. De wereldkampioen krijgt alle gewicht op de schouders. Wallais heeft de opening gemaakt op de Eikenberg. Kwiatkowski er nu toch vol achteraan met de Van Baarle aan het wiel, houdt hij weer stopt, in. Hij stopt. Houdt weer in en dan is Wallais misschien wel de pijp uit. Ja. Nog 500 meter. Nog 500 meter. En Van Baarle is er niet gerust ook niet reageert. Wallais heeft omgekeken en beseft, dit is de kans. Dit is de kans om na Parijs-Tours op dwars door Vlaanderen te winnen. Ja, en dat zou alleszins verdiend zijn. De ultieme galop nu. Ja, is weg. Wat was hij dat, een fantastische beweging op die Eikenberg. En hij perst er nog alles uit om die hele lange rechte lijn die eindeloos lijkt na al die inspanningen. Kom maar, Jelle. Maar het is natuurlijk wel de verdiende winnaar. Ja, maar het is wel de wind op kop, hoor. Hij moet het nog wel redden, hier helemaal tot het eind. Maar wat hij heeft Teuns nog 50 meter en hij gaat het doen. Hij wint en gaat Teuns nog tweede. Wordt 1 en 2. Kan dat? 1 en 2. Van Baarle komt nog aandringen. Teuns houdt hij nog af. Jawel. Jawel, 1 en 2. Wallais wint. En Teuns is tweede. Van Baarle is derde. We hebben een opvolger voor Nick Nuyens. En Kwiatkowski is simpelweg vierde geworden. Ja, wat een fantastische prestatie van Tobaze. Ze hebben dat perfect gespeeld. Hè? Die aarzeling van Kwiatkowski. Van Baarle die het ook vertikte om mee over te pakken. En Wallais die doorging. En Teuns die perfect controleerde. Ja, en op die manier moet je stellen dat hier in dwars door Vlaanderen de belofteploeg, de jongere ploeg, de ploeg van jonge profs, Topsport Vlaanderen, Baloise, Lotto Soudal en Etix Quickstep een neusje zet. Ja, 1 en 2. Wat heeft die Jelle Wallais vandaag allemaal uitgevreten? Na 86 kilometer is hij mee vertrokken in een vlucht van 9. Reed dat dan wel weg, daar komt Guillaume van Kersbeek nog binnen. En hield vooraan gewoon mee stand toen de wereldkampioen kwam en zijn ploegmaat. En met ook nog Van Baarle daarbij. Guillaume die het op die helling, dat stukje vals plat, moeilijk kreeg om dit groepje te volgen. Maar dan blijkbaar heel snel herstelt en toch nog knap vijfde wordt. Dat is een goed teken. Ja. Knap vijfde en dan nog een sprintje met Benoît Jandori die hier nog zesde gaat worden voor Lemoine. Benoît 6, Lemoine 7, de Bussere 8. En dan Satevic denk ik op 9. Kan ook Kuznetsov gebeuren. Final question in English. Rank this victory. Last year you won Paris-Tours, now you win this one. How do you feel about it? How important is it? Ze hebben ook te horen gekregen dat ze opnieuw die subsidie van €500.000 kregen dit jaar. Dat is belangrijk. Sprint in de achtergrond van wat het peloton is. Een peloton waarvan we niet meer zouden gedacht hebben dat het nog in de wedstrijd zou zijn. Het is Bardonas die hier deze sprint voor een verre ereplaats.